een observatie op locatie. Hier in Rotterdam-Krooswijk, waar aannemer Risbouw bezig is dus met die 43-tal stadswoningen. De bouwmethodiek Gietbouw, waar er een tweetal bouwdelen is opgesplitst. De wandencyclus met een drietal wandsets. En aan de andere kant is de aannemer dus wezen nu met die vloer aan het storten. Door middel van een breedplatvloer als bekistingsplaatvloer met ondersteuning eronder. En vandaag is hij dus die vier vloerveldjes van die viertal woningen aan het storten. Het kubeltje staat klaar. De vrachtwagen, de betonwagen staat klaar. De ploeg van Martin die staat klaar om de vloer te gaan storten. De kraanmachinist zit al in zijn kraan, dus ik ben benieuwd. Gaan we eens kijken. Mooie samenwerking, mooi samenspel van de mannen hier. Martje met zijn ploeg, drie man sterk, bezig met de vloerveld aan het storten. Je ziet Maartje bezig met het trillen en het verdichten van het beton. Anne Maartje is bezig met het verspreiden van het beton door middel van met een hark. En Martin is de man die de kubel bestuurt en aangeeft waar het allemaal moet komen. Met een trilapparaat het verdichten van het beton. Zeker bij de aansluiting, bij de randbekisting die jullie hier zien. En de wand is dat essentieel om een goede aansluiting te maken tussen de wand en de vloer. Om een monolithisch geheel te maken van de vloeren en de wanden. Wat de kracht is van dit systeem, dit gietbouwsysteem, om de stabiliteit te kunnen waarborgen met de aansluiting van de vloeren en de wanden. Volgende bewerking, volgende activiteit. Is wat Martin nu aan het doen is, het goed op hoogte brengen van de vloer en het controleren door middel van een hoogteapparaat met de laser om te checken of de vloer op de goede hoogte staat. Dit is precisiewerk. Ondanks dat het beton storten is, is dit bepalend dat de vloer op de goede hoogte wordt gestort. Zo, Martin met Sploeg is dus het laatste stuk aan het storten. Nog drie kubeltjes, dan zit het erin. Breedplatvloer afgestort, inclusief installaties, inclusief wapening. Ja, en dan draai je door en dan zie je dat dus in een ochtendje heeft die vier vloervelden gestort. De volgende activiteit is dat de wanden worden geplaatst. Stekeinde van de wanden zie je al naar voren komen met de kopband en de tussenwand. Voor de volgende slag dat de wanden worden gemaakt. En, in het bouwsysteem, in het gietbouwsysteem wanden vloeren, heeft deze aannemer stalen wandbekistingen toegepast. En een stalen wandkist, je voelt hem al aankomen, is de volgende activiteit hier. Vanmorgen worden hier de stalen wanden gezet. En als we doordraaien, die staan daar te wachten. Stalen wandbekisting. Aannemer Risbouw heeft ervoor gekozen om een drietal sets stalen wandbekisting toe te passen als kistinzet. Om het tempo te kunnen bijhouden van de vloeren. En hier zie je nog dat de wand gemaakt wordt. De stelbekisting is geplaatst. Wapening is er in aangebracht. Eventuele sparingen en installatie is erin aangebracht in de wand. De kopschotten zitten erin. Dus ja, de volgende handeling hier is om de sluitbekisting te monteren. Wat
bezig om de sluitwand te fixeren aan de stelwand, aan de stelbekisting. Henry is al bezig door middel van die centerpennen. De kopschotten zitten ook al vast. En eigenlijk hangt nu de sluitbekisting aan de stelbekisting. Die is maatgevend, de stelbekisting. En goed vastzetten met centerpennen. Waardoor die dus helemaal vaststaat en gemonteerd is. En de volgende handeling, je snapt hem al, als die netjes gesteld is, is om uiteindelijk dus die wand weer te gaan storten. Zo, kom maar even. Kijk, nou zijn echte bakken die daar weer bezig zijn. Zo, de wanden zijn ontkist en hier zie je alweer dat wanneer de stel- en de sluitbekisting weg zijn, dat alweer de volgende activiteit plaatsvindt om de ondersteuning weer te gaan plaatsen voor de vloeren. Voor de breedplaatvloeren. En je ziet dus hier een drietal rijen ondersteuning, waar uiteindelijk weer die breedplaatvloer op gemonteerd wordt, om uiteindelijk weer die vloeren te kunnen gaan maken. Dus drietal stuks ondersteuningen. Ja, en dat zie je bij de verschillende beuken, zie je dan natuurlijk al terugkomen. Dus hier begint dus weer de vloerencyclus. Zo, Henny en Martin zijn nu bezig met het leggen van de bekistingsplaatvloer, de breedplaatvloer. Drietal supporters rijden, een schil van beton en ze leggen nu op de drie rijen ondersteuningen leggen ze de bekistingsplaatvloer. Aansluitend ligt die een centimeter op de wand om een goede dichting te maken naar de wand toe. En, dit is een standaard breedplaten van 2,40 meter. Zo, op dit moment viertal vloervelden gelegd met de breedplaatvloeren. Met de volgende activiteiten die weer op plaatsvinden. De vlechter is bezig met de onderwapening op de breedplaatvloer aan het vlechten. De timmerman is bezig met de randbekisting aan het monteren. De installateur die is bezig, de elektra-installateur, met de elektrapijp aan het doorvoeren. Dus een hoop activiteiten om aansluitend ook de riolering en de luchtventilatie op de vloer aan te brengen om weer te gaan storten. Dus verschillende activiteiten hier op die vloer in uit. Zo, de volgende activiteit om je eigen woning te bouwen is het monteren van de HSB-wanden. De gevelsluitende HSB-wanden. Dus nu bezig met de ankers aan het plaatsen. De ankers op de vloer en de ankers aan de kop van de wand. Om uiteindelijk dus die HSB-wand te kunnen monteren. Lien en Cliff zijn op dit moment die HSB-elementen aan het tellen. Aan het monteren, de voetbeugels die zitten er al op. De wandbeugel die zit er ook al op. En op dit moment monteren ze dus. Ja, zet hem op. Hij rust op die voetplaten. Check, check of die goed erin zit. Om aansluitend dus nu het element in de verticale richting te monteren. De gevelfase. Een viertal slagen van stijgerwerk rondom de gevel. Waarin na de gevelsluiting met de binnenspouwbladen de profielen worden gesteld en de geveldragers gemonteerd zijn. Op de bovenste twee lagen en op de onderste lagen van het gevel van het stijgerwerk is de metselaar bezig met het metselen van de stenen.
Aan het einde van de steiger zien jullie een goederenlift staan, waar de specie naar boven wordt gebracht. En daar ook een silo bij staan, dat de opperman van de metselaar dat hij niet te ver hoeft te lopen. Dus tevens een tasveld met stenen die geopperd wordt op de twee gevel, op de twee bevoorradingstijgers die afhankelijk waar de metselaar aan metsel is, die op hoogte wordt gebracht om daar de stenen te kunnen opperen. Dus een tweetal gevelstijgers met een tasveld achterin. Maar om de productie, omdat er twee ploegen metselaars bezig zijn, heeft hij ook aan het begin van de bouwerij dezelfde tasveld staan. En die zien jullie hier. Met een metselsilo, met de specie voor de metselen. Een tasveld met de stenen. En aansluitend ook weer een goederenlift waar de specie naar boven wordt gebracht. En een bevoorradingstijger hier op de verdieping. Een bevoorradingstijger waar de pallets met stenen worden neergezet om uiteindelijk uitgelopen te worden op de verdieping. De profielen zien jullie hier zo rechts. Met de stenen uitgelopen door de opperman om uiteindelijk te kunnen gaan metselen. Hoe aannemer Risbouw de 43 stadswoningen van de Paradijshof hier in Rotterdam in uitvoering heeft. Rondje van de zaak, in de hoek met de vloeren bezig, op de tweede verdieping. Op de tweede verdieping bezig met een 3 sets wandbekisting voor de wanden te maken. Aansluitend de ondersteuning voor de breedplaatvloer met de doorstempeling erbij. Randkisteninstallatie en om de vloer uiteindelijk te storten. Is de volgende fase, gevel sluitende fase met het monteren van de HSB elementen. Aansluitend gevel sluitende fase, profielen stellen voor het metselwerk, latijen monteren en de waterdichting van de gevel. Met uiteindelijk het metselen en het voegen van de gevel met kozijnenplaatsen. Nou ja, ik hoop dat jullie een beeld hebben gekregen hoe die aannemer dit nu doet. Succes met de studie. En tot de volgende keer. Doei!